kunnen duidelijk zien dat iedere dorp, regio in Zeeland zich houdt aan het gezonde advies van blijf thuis. Ga even buiten voor frisse lucht of supermarkt, apotheek. Maar in het algemeen is iedereen thuis, geduldig. Ik zeg, mensen moeten ook veel geduld hebben. En ik heb tijdens mijn fietsroutes naar de supermarkt. Ik zeg, het kost geen geld van even te filmen. Toch wel duidelijk kunnen zien in de voorbije dagen en zo dat het zo is. Maar je ziet wagens, zie je niet meer op de snelweg praktisch. Het zijn allemaal vrachtwagens. Alles blijft staan zoals het is. Werkelijk, de tijd staat stil. Dat is het letterlijk. Hier ook in Terholen. Zeg, je kan komen in de morgen, de middag, de avond. Het is zo stil. Ook vele van die kleine handelszaken zijn gesloten. Het is echt de supermarkt, hoofdzaken die open is. En handelszaken in de Gentse straat, te Hulst of afhaalpunten bij het restaurant. Ik zeg voor de rest, dit is het. Er is de algemene stilte. Terug het vrachtverkeer. Ik zeg, dat is opvallend. Iedere keer dat je terugkruist met de N290, zijn het hoofdzakelijk vrachtwagens. Hier nog een zicht op de N290. Ik zeg, er is absoluut niemand. Dat is ook duidelijk, het is in heel Zeeland zo. Ook wel aansluitend. We hebben het kunnen zien op de beelden van de televisie of in de krant. Natuurlijk de België, Frankrijk, Duitsland. Het is overal zo. De verlaten wegen met het sporadisch verkeer. En al of niet de mogelijkheid om te fietsen. Maar ik zeg, in Frankrijk mag je zelf niet meer fietsen. Daar is het heel extreem, de voorwaarden. Dus gewoon verboden om te fietsen. Hier terug in de boeren buiten, wie dat houdt van boerderijen, landschappen. Ik zeg, hier terug die mooie beelden. Ik zeg, de wereld staat stil. Zoals in de klok in Hulst die stil staat. Ik zeg, alles staat stil. En ik zeg het nogmaals, het is bij momenten dat je even de mensen hebt bij de supermarkt. Het fenomeen was er plots dat iedereen tussen 8 en 9 uur
ging gaan winkelen, waardoor dat er te veel volk was, maar nu opnieuw is er geen kat niet meer te zien. Bomen houdt afstand en het is ook duidelijk dat de meesten toch wel grotere aankopen doen om minder vaak naar de supermarkt te moeten gaan. Het is echt letterlijk overal, bijhulst, inhulst, rondhulst, alles staat gewoon stil. Gewoon weg geen kat op straat. Allee, de enige kat die je ziet is de echte kat. Maar voor de rest, het is onvoorstelbaar. Ik zeg, er is geen mens meer te zien.